Hey, hallo allemaal. Vandaag 17 april en we gaan eens kijken naar de weerkaarten. Maar ik wil beginnen met iets anders, want ik krijg de laatste dagen nogal veel vragen en verontrustende vragen eigenlijk van mensen die zeggen, ja, wat is er aan de hand? Het is zo cool en zo wisselvallig en we zijn dat niet gewoon en ja, het is al warmer geweest. En inderdaad, het is al warmer geweest. Zo warm zelfs dat de eerste helft van april de warmste ooit is gemeten. Maar intussen zijn we in een noordelijke stroming beland en misschien zijn veel mensen het vergeten, want de laatste jaren kregen we dikwijls al heel vroeg warmte, ook dit jaar weer. Maar eigenlijk is april vanouds een heel wisselvallige maand. En daar heb ik het ook over in mijn boek, vandaar dat ik het er even bij neem. Ik lees bijvoorbeeld een paar weerspreuken. Hè. Niemand die het wil, zo grillig als april. Of nog een weerspreuk die het eigenlijk allemaal zegt, wil april toch niet vertrouwen? Hij is en blijft de oude. Nu lacht hij met zonnegloren en dan gooit hij weer met hagelstenen om de oren. Dus je ziet ook in de volksweerkunde, en dat zit in mijn boek over weerspreuken wat ik ooit heb geschreven. Je kan dat boek trouwens nog altijd verkrijgen via de boekhandel of via online bestellingen. Je moet maar eens gaan kijken, ook via mijn site is het terug te vinden. In dat boek heb ik het dan eigenlijk ook over die wisselvalligheid in april. Dat is eigenlijk echt wel niks abnormaals en niks om ons zorgen over te maken. Het weerbeeld wat we nu zien is eigenlijk een vrij normaal beeld voor april. Het is eerder het voorkomen van die warme, zonnige dagen dat de uitzondering is. Alhoewel ook dat kan, want april is een heel wisselvallige maand. En dit jaar ondervinden we dat echt nog maar eens aan de lijve. We hebben een aantal hele mooie dagen gekend, maar nu... Ja, is het omgeslagen en zitten we met een koele noordelijke stroming. Ook vandaag weer tal van buien die gaan ontstaan. De dag begint een beetje beter met wat meer en bredere opklaringen. Er zit hier en daar wel een bui, maar minder. In de loop van de dag duiken ze weer op. En dat kunnen weer van die buien zijn, ja, met regen uiteraard, maar ook hagel, stofhagel, korrelhagel. Zelfs een donderklap behoort tot de mogelijkheden. En in de felste buien zou zelfs een flats natte sneeuw niet helemaal onmogelijk zijn. Want tijdens die buien koelt het flink af. Tussen de buien door halen we ook maar frisse temperaturen. 9, 10 graden vandaag. Dat is echt het maximaal haalbare. We zitten in erg koude lucht. Maar in een bui kan het kwik gemakkelijk zakken, zeker in een felle bui, naar een 3 tot 4 graden. Gelukkig, de wind is wat afgenomen. Enkel aan zee waait die nog vrij krachtig. Boven land is die rustiger. Maar tijdens en rond buien zijn wel nog uitschieters mogelijk van een 40, misschien 50 km per uur. Maar door de band genomen minder wind. Vanavond en vannacht ook nog steeds buien. En die buien die kunnen ook dan nog typisch van die voorjaarsbuien zijn met van alles en nog wat. Het is pas laat in de nacht dat het volledig droog wordt. En gelukkig, want we zitten in koude lucht. Maar toch, tegen de ochtend kan de temperatuur flink onderuit gaan. Dan wordt het rustiger, droger, de wind valt dan weg. En tegen morgenochtend vroeg minima van toch maar 1, 2, 3 graden. En aan de grond kan het morgenochtend op diverse plekken lichtjes gaan vriezen. Als je dus tere plantjes hebt, neem je voorzorgen, dek ze af of beschut ze. Zeker tegen die koude uren morgenochtend vroeg. Morgenochtend dus een koude start van de dag, maar dan wordt het wel beter. De donderdag is de beste dag van de week. Tijdelijk meer opklaringen, een graad of 11, 12 zouden we moeten kunnen halen. Bij een meestal droog weerbeeld. Ik sluit toch niet helemaal uit dat er toch nog een buitje ergens tussendoor glipt. Maar overdag is het een mix van wolken en opklaringen. De wind is rustiger geworden. Tegen de avond neemt de bewolking wel toe. En in de nacht, maar vrijdag, gaat het dan opnieuw regenen. Een volgende storing die vanuit het noorden gaat overtrekken met regen. Vrijdag start dus nat. De nacht naar vrijdag is dus ook wel zachter door de bewolking. Maar vrijdag overdag eerst regen, dan gevolgd door buien. En opnieuw een aantrekkende noordelijke wind. En die buien kunnen vrijdag overdag weer fel zijn met van alles en nog wat bij maxima 11, 12 graden. Het weekend, dat is toch een beetje minder geworden hoor. De zaterdag ziet er toch nog echt wisselvallig uit met redelijk wat wind uit het noorden opnieuw. Buien ook weer. Weer van die typische voorjaarsbuien en we halen ook zaterdag niet veel meer dan een graad of 11. Het is pas zondag dat de stabilisatie er een beetje in komt, maar dan nog. Er zijn zeker nog wel buien aanwezig met maxima van 11, 12 graden. Op langere termijn, ik schuif er dan de pluim bij, verandert er eigenlijk niet zoveel. Die pluim is niet echt verbeterd hoor. Vandaag in tegendeel, je ziet ook voor volgende week toch aanhoudend koele temperaturen. Die hebben de neiging om een beetje hoger uit te komen. Maar het kost ons toch veel moeite. En in die onderste grafiek, die neerslagpluim, zie je toch ook nog elke dag wel een paar kleine verstoringen zitten. Echt heel veel regen lijkt er niet in te zitten, maar
Het is toch wel zo dat de kans op een bui altijd wel dichtbij is. Een stabiele, droge periode zit er voorlopig niet in. Zo, je bent weer helemaal mee. Vergeet niet eens te kijken naar dat boek als je het niet zou hebben. Het is een boek dat toch wel vrij interessant is, al zeg ik het zelf. Hè. Maar het is ook een boek dat eigenlijk vrij vlotjes over de toonbank nog altijd gaat. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.